Er is een parkeerprobleem rondom voormalig verpleeghuis Overmars aan de Leegstraat in Winsen. En daar moet iets aan gebeuren, vinden raadsleden Thijs Stevens van Beuningen Nu en Morgen en Peter Lam van D66. Ze stelden er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. In het voormalig verpleeghuis zitten 80 studio's, maar er zijn maar 35 parkeerplaatsen voor bewoners. Zij wijken nu uit naar omliggende straten. De studio's zijn vooral bedoeld als tijdelijke woonruimte en worden verhuurd aan studenten, starters of mensen die net gescheiden zijn en dringend woonruimte nodig hebben.